Vandaag in een minuut. Het pittoreske Giethoorn. Met zijn Venetiaanse puntenbootjes al eeuwenlang een prominente speler in duurzaam transport te water. Vandaag varen we in een stoet van fossielvrije vaartuigen naar de Friese Elfweegtocht vanuit Overijssel. Maar alle gekheid op een stokje. Ook in Giethoorn heeft men moeten afrekenen met het spook van de dieseldamp. Want door het drukke waterverkeer was de waterkwaliteit uit jaren 90 niet bepaald fris meer. De provincie greep in en subsidieerde een verduurzaming van de vloot. En nu zijn alle 1000 huurbootjes elektrisch. En nu we het toch hebben over een duurzame vloot. Onder de bezielende leiding van kapitein Boer de Boer. Ik nog mij! En jullie! Ja! Dreef vandaag een bonte armada van elektrische sloepen, zeilboten, paddleboards, solarboats, roeiboten, boot op blauwe diesel, een trekschuit en een kanofiets richting Friesland. En onderweg was er natuurlijk ook tijd voor serieuze zaken. We kijken hoe we de duurzame mobiliteit in Overijssel kunnen verbeteren. En we hebben huiswerk. Het was een fijne dag en een mooie generale repetitie voor zaterdag. Dan maken we een grote stoet elektrische voertuigen en vaartuigen en gaan we voor het wereldrecord. Bij zijn? Meld je nu aan op elfweegtocht.nl.